Tweede wedstrijd van de HCS Cup tussen AA Gent en Steaua Bucharest. AA Gent zonder drie basisspelers, Michel de Grote en Tom Verdeghem gekwetst. En Henri Ballenga, zoals u wel weet, nog altijd verblijvend in Zaïre. Steaua Bucharest, de ploeg die in de jaren 80 een paar grote successen behaalde. Twee keer in de finale van Europa Cup. 1-1 gewonnen in 86 tegen Barcelona. In 89 verloren tegen AC Milan. Scheidsrechter is de heer Van Driessen. Steaua Bucharest in rood-blauwe uitrusting mag aftrappen en speelt van rechts naar links. Invoer op Bucharest. En eerste aanval ook. Met Popa. Het schot van Panduru. Maar naast de doel van Petri Zolti. Voorzet fiscaal, daar is Van den Berg. En de doelman lost. En Boekhoer ontzet. Niet gedaan. Nog Van den Berg. Fiscaal terug. Nummertje fiscaal, voorzet nu. Van der Linde. En goede kopbal van Mark van der Linde. Wel een paar meter naast, maar goede actie van Agent. Hier is Mark van der Linde. Kopstoot naast. We krijgen het opnieuw, de voorzet van fiscaal. Mark van der Linde voorbij Pantait en naast het doel van Stinkasiu. 8 Dumitrescu, 11 Ilie. Nog wat wijzen en terugsturen. Het wordt Ilie ver en een redding van Petri Zolti. De nieuwe doelman van AA Gent, ook van de Hongaarse nationale ploeg. Goed werk van Van Gronsveld, fiscaal. Obstructie van Boumbescu. En fiscaal blijft liggen. Tikje meegekregen allicht. Of is het komedie, want daar staat hij bekend voor. Maar de aanvoerder met nummer 4 Boumbescu krijgt er wel geel voor. Inworp Gent. Janssens Douwe. Bedoeling is goed. Van Gronsveld op Stingasjoe. Frank Douwe naar fiscaal. Van der Linde, Rudy Janssens. En dan was hij. Eindelijk komt er nog eens wat tempo in na 27 minuten. Want echt veel is er nog niet te beleven geweest. Gent nog eens dus. Voorzet van Gronsveld. Maar niemand die echt klaar staat om af te werken. René van der Rijken. Zal hij het dit seizoen even goed doen als vorig seizoen met Agent dat toch wel op enkele plaatsen is gewijzigd. Van der Linde ver teruggetrokken. Fiscaal mooi naar Wassage. Fiscaal, dat ziet goed. Van den Berg wachten, krijgt nu de bal Erwin van den Berg. Wassage, goede aanvalsactie van Agent. Voorzet Wassage op de rug van Ungureanu, maar het was een goede actie. En Erik Fiscaal achter de bal voor de hoekschop. Doorgekopt Douwe en net ingekopt, maar gered. Tweede goede kans voor AA Gent. Het was overigens de rover die kopte. En hier is Van Gronsveld naar Frederik Wassage. Geen buitenspel, de voorzet. Wassage, Van der Linde, maar die zag dat hij niet aan de bal kon. En hier is de man van Steaua Bucharest, de trainer Emeric Jené. De man die Bucharest, Steaua Bucharest, na die glansperiode in de jaren 80 op een weer iets hoger niveau kan brengen. En weer met Steaua naar de titel wil. Ilie en neergelegd door Janssens. De vrijschop. Dumitrescu en Zolti. Maar die moest er niet aankomen. De bal zoefde naast zijn doel. Frederik Wassage, Van der Linde wacht. Geen buitenspel. Van der Linde nu. Fiscaal gaat in het centrum. Ook Van den Berg is mee. Erwin van den Berg krijgt de bal. En met vetdruk mee op. Wassage ook in het centrum. En vluchtschot bedoeld van fiscaal. Maar er zaten twee Roemeense hoofden bij. Sombere gezichten op die Roemeense bank. Er is ook weinig reden tot vreugde op alle gebieden, zou je kunnen zeggen. Ilie. Krijgen we nog een Roemeense goal misschien in die laatste minuut? Met
Popa die doorgaat, maar afgestopt wordt. En Dirk Medvedi daar sterk komt terug verdedigen. Hetzelfde tempo als voor de rust helaas. Weinig echt inventief mooie dingen. Weinig tempo versnellingen. En weinig kansen. Medved binnendoor naar Van der Linden. Maar bal rolt buiten. Van den Berg, terwijl Janssens mee oprukt. Er kan wat in zitten. Rudy Janssens. Naar Fiscaal. In het centrum wacht Van der Linden. Maar de bal van Fiscaal in de handen van Stingaciu. Van den Berg. Mooi Fiscaal. Van den Berg terug. Medved. Voorbij zijn tegenstander, teruggelegd. Van den Berg zit er wat in. Nog Van den Berg, kans op de voeten van Stingaciu. Eerste echt goede actie nu, dat is straks al een halve met Fiscaal. Nu het eerste gevaar eigenlijk van de wedstrijd. Nog eens Medved die voorbij zijn tegenstander gaat. En dan Van den Berg. Lange bal richting Dumitrescu, maar afgeblokt door Medved. Aanval agent Mark van der Linden. Medved met Fiscaal bij zich, maar gelegd door Panait. En dat wordt een gele kaart voor Panait. De 22-jarige verdediger die van Petrolul Ploiești komt. Met nummer 6 gaat Frederik Wassage eraf. Die heeft bijzonder hard gewerkt. Krijgt ook applaus van het publiek. Frederik Wassage. En nummer 14, Chris Porte, komt hem vervangen. Fiscaal Van den Berg en Van der Linden die wacht. Buitenom wacht ook Chris Porte. Het gaat eerst naar Van Gronsveld. Porte op de rechterflank. Van Gronsveld speurt door. Porte gaat binnenin. De voorzet weggehaald. Janssens schieten over het doel van Stingaciu. Rudy Janssens. We spelen 19 minuten. Frank Douwe. Kijkend en vindt Chris Porte. Porte met Gumbescu voor zich, er voorbij. Nu gaat Ungureanu er naartoe. Nog Porte, neergelegd overtreding. En ook dat wordt een gele kaart. Eén waarop met Verkuil. Naar Fiscaal, Douwe. En wie is mee in het centrum? Volgde Van Gronsveld. Maar het gaat naar Fiscaal. Van Gronsveld mee opgerukt. En Douwe wacht, schot van Frank Douwe. Over en naast. Het Roemeense doel, Frank Douwe, Janssens, Porte wacht, Van der Linden komt even terug. Chris Porte met Dunguriano bij zich, er voorbij, de voorzet Porte en Stingaciu klem vast. Van den Berg, Fiscaal wacht, ook Porte wacht, het gaat achteruit naar Douwe, Porte wacht nog altijd. Krijgt nu pas de bal. Chris Porte met Ungureanu bij zich. Fiscaal, mooi. Fiscaal nu in de handen van Stingaciu. Goeie Gentse actie met Porte en Fiscaal. 27 minuten ver. Bart erover. Bijna een half uur ver. Maar bal kwijt. En een overtreding. Bart erover bij de scheidsrechter. Nog altijd 0-0. En als het zo blijft krijgen we penalties om uit te maken wie van de twee ploegen 2 punten krijgt. De winnaar van de penalties krijgt 2 punten. De verliezer houdt 1 punt. Ilié, ja, binnendoor naar Popa. Maar afgeremd zonder een overtreding te begaan van Bart erover. Vervanging bij Gent dus. Erwin van den Berg eraf. En Davy Koreman komt in zijn plaats. Minea. Mooi naar Popa. En Panduru met een schot. En daar een goede save van Petri Zolti. Beste kans voor de Roemenen tot dusver. We spelen 33 minuten. Hier is Panduru de man die de kans miste. Hier krijgen we het nog eens. Panduru. Het schot. En dan de reflex van Zolti. Laatste 10 minuten. Vrij schop voor Kuil. Koreman. Mooi naar Porte die van kant is veranderd. De voorzet van Porte. De kopbal van Frank Douwe net naast. Panduru
naar Panait. Met Fiscaal bij zich. Nog Panait. En Fiscaal er nog bij. Oh, twee voeten vooruit van Erik Fiscaal op Panait. En dat wordt geel. Geel voor Erik Fiscaal. Mooi nummertje van Minea. Nog Minea. En daar twee man om weg te werken bij Gent. En nu fluit scheidsrechter Van Driessen af. Het blijft 0-0 na een bijzonder matige wedstrijd met hooguit 3-4 doelkansen. En we krijgen dus strafschoppen. En wie de strafschoppenreeks wint, krijgt 2 punten. De verliezer houdt 1 punt. Steaua Bucharest mag beginnen met het nemen van de penalties. En de man achter de bal is Ilie. En binnen 1-0 voor Steaua Bucharest. Eerste penalty voor Agent met Erik Fiscaal. Ook binnen. Erik Fiscaal. 1-1. Tweede penalty voor Steaua Bucharest met Jilka tegenover Jolti. Aanloop Jilka. En binnen. Jolti op het verkeerde been. En 2-1 voor Steaua. Mark van der Linden met de tweede penalty voor AA Gent. Korte aanloop. Ja. Was die erin of niet? Ik denk het niet. Hier krijgen we het opnieuw. Paal. Ja, achterste paal. En inderdaad. Van der Linden 2-2. Derde man voor de Roemenen. Dumitrescu. Ook binnen. Het was Poppa overigens. De nummer 9. En 2-3 voor Steaua. Bart erover met de derde penalty voor AA Gent. Gent op 2-3, maar dat kan 3-3 worden via de rover. Jawel, 3-3. Bart erover. Mooi binnen. Vierde strafschop voor Steaua met Pandourou. Ook binnen. Allemaal op dezelfde wijze bijna. En 3-4. De vierde die mag trappen voor Gent is deze Davy Koreman. Om Gent op 4-4 te brengen. Daar gaat hij. Ja, binnen. 4-4 Davy Koreman. Nu gaat doelman Stingaciu de penalty trappen. De vijfde voor Steaua. En tegen de lat. De doelman mist Stingaciu. Tegen de lat. We zagen het daar nog eens. En Dirk Medved kan Gent de 2 punten bezorgen. Die een zege bij de penalties opleveren. Dirk Medved met de aanloop. En binnen. Gent wint dus met de strafschoppen. Met 5-4. En Gent behaalt 2 punten. Steaua Bucharest sluit deze partij af met 1 punt. Mark van der Linden, twee sterk georganiseerde ploegen tegenover elkaar. Dat geeft vaak een gesloten wedstrijd. Ja, natuurlijk. Er zijn maar enkele kansjes geweest, denk ik. De eerste helft voor ons een 2-3-tal. In de tweede helft ook 1 of 2 voor ons. Maar we weten het, het is soms moeilijk voetballen tegen een Roemeense ploeg. En dan is het toch belangrijk dat men eerst een 0 houdt. En vooral voor Gent dat toch binnenkort Europa ingaat, denk ik. Hoe bevalt het je anders in je nieuwe omgeving? Zeer goed. De opvang was hier fantastisch goed de eerste week. En het is terug zo volksploeg. Terug zo wat meer contact met het publiek en daar hou ik toch van. Die 2 jaren Anderlecht waren een mislukking achteraf bekeken? Ik denk het niet. Ik denk het eerste jaar dat het heel goed is meegevallen op Anderlecht. Toch 15 doelpunten gescoord in competitie en toch veel Europese doelpunten. Alleen het tweede jaar heb ik problemen gehad met kwetsuren. En dan denk ik dat het voor beide partijen beter was dat ik vertrok op Anderlecht vorig jaar. Kan je een vergelijking maken tussen de Mos en Van der Rijken? Een heel groot zelfs, maar ik wil daar niet verder op ingaan. Ik denk dat in het verleden al genoeg gezegd is wat voor een mens de Mos is. En voor mij is de zaak de Mos afgesloten. En voor mij telt nu alleen AA Gent.
Een voorlijn met Van den Berg, fiscaal Van der Linden, dat moet Gensters geven normaal. Ja, we hopen het dit jaar. Ik denk dat we alle drie niet die snelle spitsen zijn, maar dat we technisch toch sterk genoeg zijn om voor goede momenten te zorgen. En dat hopen we in ieder geval.